De eerste middag van de zomertijd is slechts een paar minuten uit. Als Ruud Brood zich meldt in voor hem bekende omgeving. Maar een nieuwe uitdaging. Ondanks het vroege tijdstip en natuurlijk niet iedereen zal het horloge bij tijds hebben gezet. Voor sommigen nog extra vroeg en dus te laat. Tijdstip zit bijna helemaal vol. Al Van Leer de doelman. Lee, Palmer, Brown, Koch en Van Anholt. Dat zijn de mannen achterin. Vier dus. El Halucci, Lundqvist en Kali. Ook hij krijgt weer de gelegenheid. Korte, tevreden en Castanere. Castanere krijgt de voorkeur boven Rosheuvel. Zijn de accenten, al zal een speler daar zelf natuurlijk even anders over denken waar Brood het over had. De kleine verandering. Gersbach, de Australiër, is er niet bij. Daar speelt Lee dus. Van de Graaf, de scheidsrechter van dienst. En de VAR wordt bemand door Martin Perez. En ook hij wordt gefeliciteerd door de heer Boonman. VVV ook traditioneel gele kleuren vandaag, dus in een iets ander tenue, waardoor het onderscheid heel duidelijk is. Dat is maar goed ook. Oenerstal, Jansen, Koem, Reusler en Rutte. Daar weinig wijzigingen sinds het noodgedwongen vertrek van Promes. Seuntjes en Post zijn controlerende middenvelders. Opoku daartussen. Joosten vanaf links, Van Ooyen van rechts. Mlappa is met 10 treffers de topscorer, vandaar dat hij dus ook in de punt van de aanval te vinden is. Er zijn veel interessante, leuke, originele en soms wat minder originele spandoeken opgehangen, zoals winnen is brood nodig. En daarnaast hangt Ralf hier tekenen en dat gaat over Ralf Seuntjes die hier geboren is in Breda. Zijn begonnen met Korte aan de rechterkant, aan de linkerkant dus Castanheer in de punt van de aanval. Daar was ook nog wel wat over te doen, niet zo tevreden. Leek er niet meer uit te komen, Korte, maar haalt er dan toch nog een alleraardigste oplossing uit. De schop vanaf de rechterkant. De tevreden voor de man gekomen en een gelegenheid om uit te halen. Nou, dat uithalen doet iets te royaal. Tevreden die de bal daar aannam en hier hem weer terugkrijgt. En maar meteen uithaalt tegen Reusler aanschiet. Komt nog bij Korte, die laat het gaan. En daar heeft hij gelijk in, want de hoekschop van zojuist leverde toch een aardige schietkans op voor Tevreden. En dan net naast geschoten. Tweede mogelijkheid voor NAC uit een hoekschop. Kali heeft dat de pech. Anouar Kali dat die bal steeds verder van het doel wegdraait. Palmer Brown. Kali. En Tevreden. Krijgt hem terug waar hij hem zelf eigenlijk miste. Als hij aan de bal is, dan hoort u het. Dan zingt men Lee. Tevreden. Tevreden kan weer uithalen. En Lee schampt hij de bovenkant van de lat. Overtuigender kun je toch moeilijk beginnen. Bovenkant van de lat. NAC heeft pech. Onderstand. Koch. Weer Tevreden die daar het duel wint. Een belangrijk Korte. Weggestuurd Korte. Blijft hij rustig. Ja, maar hij staat ook tegenover Oenerstal. Goede paas van Lundqvist. Waarmee Korte weg is. Maar het begint bij het winnen van het duel door Tevreden. Lundqvist krijgt hem dan. En die ziet meteen Korte. En Oenerstal niet voor het eerst dit seizoen. Oh, zo belangrijk voor VVV. El Halucci speelde de bal in. Ja, en dan gaat Van Arnold de fout in. En is het wel heel koeltjes en heel bitter dat VVV profiteert via Mlappa. Die maakt zijn 11e van het seizoen. Poei. Dat is toch niet echt handig wat Van Arnold hier doet. Hier deze aanname mislukt, maar dan nog een keer laten stuiten en dan nog een keer. Ja, dan denkt Mlappa, weet je wat, dan doe ik er dit mee. Oei.
VVV niks in te brengen tot nu toe. Helemaal niks. Maar wel 1-0 voor. Hier is Jans. Ik denk Koch wat Jansen kan, met nummer 4 op de rug, dat kan ik ook. Post laat zich wel weer verleiden tot het maken van overtreding. En weer gaat Lundqvist richting Van der Graaf, die hem al heeft toegesproken dat hij moet ophouden met dat zeuren voor kaarten. Lundqvist. En daar de eerste keer eigenlijk dat NAC weer een beetje in de buurt bij Oenerstal is in heel, heel lange tijd. Hij is erbij betrokken. Tevreden. En de hoekschop. De hoekschop van Lundqvist. Ja, er kwam wel een bal op de hand. Ja, daar kan niemand iets aan doen. Castanier. Dat is aardig. Ja, hij kon hem ook niet kwijt. En dan raak je hem wel kwijt. Lee. Castanier. Het wijzen is van Lundqvist. Paas gaat net aan tevreden voorbij. Maar... daar is de herkansing tevreden. Oh, daar zit het dus niet mee. De vlag blijft omlaag. Nee. Hoe is het nog mogelijk? Een enorme mogelijkheid voor tevreden. Het is geen buitenspel. Het is geen buitenspel. Dus deze moet er gewoon in. Maar Oenerstal doet het enige juiste. Hij blijft staan en dan maak je altijd nog een kans. Dit had natuurlijk de 1-1 moeten zijn. Post. Rutte. Palmer Brown. En Lee. Weer gelopen Lundqvist. En nu goed gegeven. Maar uiteindelijk ligt daar Oenerstal op de bal. Kort. Er bleven er twee van de bal af. Waaronder Rutte, maar uiteindelijk heeft VVV de bal toch. Joosten. Ja, het doel loopt niet mee. Dus schiet hij een meter of drie naast. Korter moest er wel even om vragen, maar de overtreding is van Koen. Vrije trap dus voor NAC. Lundqvist. Ja, dat is mooi. Het is binnen, het is 1-1. En Lee is de man die je maakt. Eindelijk een verstandig genomen vrije trap. Ver namelijk van Oenerstal af. Dat is het eerste wat je moet doen. Zorgen dat die man, die doelman, die grote doelman, die vrije trap niet kan onderscheppen. Of daar in ieder geval geen aanstalten toe maakt. Dan kun je wat verder. De eerste stap gezet. Rosheuvel. Elalucci. Tevreden. En nu... Elalucci die heel snel gaat liggen. En dat binnen de 16. En dus heeft Seuntjes hier een overtreding gemaakt. Of gaat Elalucci gewoon uit zichzelf liggen? Er is een VAR. Dit kan natuurlijk niet. Nee, dit wordt teruggefloten.
Ja. Hij gaat Ella Lucci een gele kaart geven voor de Zwalbe. Ja, dat is dan weer een andere uiterste. Goed doorgelopen door Ella Lucci. Die dan vervolgens te hard doorloopt en dan van het veld moet. Want hij heeft zojuist al geel gehad voor de Zwalbe en krijgt hem nu omdat hij doorrost op Koen. En zo gaat het binnen een paar minuten van een heel mooi lijkend moment voor Ella Lucci naar een grote deceptie. Want hij gaat hier te fel door. En moet er dus af met binnen een paar minuten twee keer geel. En weer Post krijgt de bal zo in de voeten geschoven. Joosten met veel vrijheid. Ja, het gevolg van een en ander. Gaat hij daar ook van profiteren? Van Leer met zijn eerste klus naar rust. Anderhalf minuut. Valt de bal nog een keer goed voor NAC. Lundqvist. Ja, die bal valt goed. Die bal moet erin toch? Nee! Oenerstal lijkt daar nog mee te willen werken ook. Omdat de eerlijk is eerlijk tevreden de bal niet best binnen schiet. En dan is het gedaan. Heeft VVV met minimale inspanningen een puntje mee. En heeft NAC niet verloren. En krijgt er voor het keiharde werken een applaus. Dat is ook het enige juiste van de toch zwaar op de proef gestelde supporters. Dat is goed.